Ja, toen ik doseerde een tijd strafrecht, was het zo dat als iemand zei dat diegene zeker wist dat iemand de dader was, dat diegene ofwel slachtoffer was, maar waarschijnlijk vooral medeplichtige aan een daad. Want alleen dan kon je zeker weten dat die daad op die manier was verricht. Dus ik weet niet of dit moeten zien als een zelfincriminerende uitspraak van mevrouw Gundogan. Of een uiting van bepaalde ja, mediawanen of iets anders dat ze heeft gelezen of gehoord her en der. Maar ik vind het in ieder geval zeer ongepast voor een democratisch vertegenwoordiger. Ja, en we hebben hier ook de regel dat als mensen er niet bij zijn en er forse beschuldigingen zijn, dat ze Precies, daar het ook zijn forse terughoudend in zijn. Eigenlijk zou ze haar excuses Nou, moeten aanbieden. ik zeg, ik was u even aan het helpen, volgens mij in dit geval, zeg ik maar, dat kan ook voorkomen, om in ieder geval dit soort geluiden ook van mensen die nog niet veroordeeld zijn in deze Kamer te uiten.